Yo, what's up guys, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag gaan we EAFC 24 spelen. En we gaan niet zomaar EAFC 24 spelen, de game komt volgens mij morgen uit via Early Access, de 29e voor de normale volk om het zo maar te zeggen. We gaan hem vandaag checken op de PlayStation 5 en dat doen we speciaal om Ajaxide heel even een hart onder de riem te steken jongens, want iedereen weet, het is een fucking pleurenzooi en dat is balen. Maar het is wat het is. Maar toch ga ik je zeggen, we gaan vandaag gewoon winnen. Tegen Olympique Marseille voor één keer keert de meeste voorspeller terug. En ik zeg je alvast, we gaan winnen van Olympique Marseille. We gaan dit doen in de game in de Champions League wedstrijd. Doet misschien extra pijn, misschien extra confronterend. Vooral omdat Feyenoord en PSV wel Champions League spelen natuurlijk. Maar hey, suck it up. We moeten er maar mee leren leven. En Feyenoord heeft goed gedaan. En om heel eerlijk te zijn, PSV tegen Arsenal. Ja, dat is niet het beste resultaat, maar laten we heel eerlijk zijn. Die gasten zijn ook wel echt een maatje te groot. Ik vond het geen schande, laat ik het zo zeggen. Het was teleurstellend, maar geen schande. Dan gaan we heel even kijken naar de opstelling. Want daar valt bij Ajax over het algemeen veel om te doen. En dan ga ik wat veranderingen doorvoeren. Ten eerste, we zorgen dat de communicatie on point is. Dus we hebben gewoon een volledig Nederlands middenveld. En dan zetten we Bergwijn op 10. Taylor op 6. Even kijken, dat staat hij ook. En dan Brank van de Bomen mag gewoon een centrale middenvelder zijn. Gaan we even kijken, want we hebben geen rechtsbuiten. Die hebben we niet gekocht deze transferperiode. We hebben natuurlijk 5 linksbacks, maar geen rechtsbuiten. Dus dan moeten we daar Forbes neerzetten. Trouwens, we hebben niet alleen 5 linksbacks, we hebben ook 5 linksbuiters. Maar daarom zetten we Forbes daar maar neer. Ik denk mogelijk dat Berghuis daar wellicht gaat beginnen in de wedstrijd van vanavond. Maar ik zou zeggen, zet de Forbes neer. Zijn snelheid kan toch wel een wapen zijn. Zeker in een wedstrijd zoals deze, een Europese wedstrijd, waar je toch hoopt wat beter voor de dag te komen dan de afgelopen weken. Ga ik daar vanuit. Avila, die wisselen voor Sosa. En dan denk ik dat dit de opstelling is. Gorter, Rens, Soetelo, Hato, Sosa, Taylor, Van der Bomen, Berghuis, Forbes, Brobby en Bergwijn. Die namen gaan het doen, jongens. En dan gaan we gelijk door naar de Johan Cruijff Arena. The magical feeling of match day and the desire to lose yourself in the moment, that's what today is all about. A meeting of two talented sides ready to go at it in front of a capacity crowd, not to mention the eyes of the wider football world. Degene die het geluid van die trommel heeft opgenomen. Dat is niet hoe een trommel Don't klinkt go in het stadion. All the action coming up next on EA TV. It's okay. Mooi spandoek in ieder geval. Daar gaan we jongens. De trap af. Een Europees avondje in de arena. We hebben vaak genoeg hele mooie avonden beleefd. En ik zeg het je, dat gaan we vandaag ook weer doen. Ondanks de pleurenzooi die op dit moment gaande is bij onze club. Oh! Ik had door moeten lopen, hè. Ik had door moeten lopen. Ik had niet zo vroeg moeten schieten. Het leek alsof we alle ruimte hadden. Een kleine side note. En dat is vooral om mezelf in te dekken natuurlijk. Ik ben misschien wat roestig. Ik speel geen FIFA. Ik speel over het algemeen e-voetbal. E-voetbal 2024. Die heeft onlangs ook een update gehad. Ik vind het een hele toffe game. Wel bijzonder karig in de game modes natuurlijk, maar de game mode die ik het meespeel, die zit er gelukkig wel in. En dat is mijn club. Master League was mooi geweest, maar helaas. Maar laten we het hebben over EAFC 24, want er zijn wel wat veranderingen doorgevoerd. Los van de naam natuurlijk, je zou zeggen FIFA 24, maar nee, EA zegt, heeft de samenwerking opgezegd. En had zoiets van, ik denk dat wij de licentie niet meer nodig hebben. Ze moeten daar natuurlijk dik voor betalen ieder jaar. En per verkochte kopie ook een groot gedeelte afstaan aan FIFA.
En ik denk dat ze de goede beslissing hebben gemaakt. Ze hebben het niet nodig. En om heel eerlijk te zijn, los van de naam, je merkt het ook niet echt. Het is gewoon FIFA zoals je het kent. En dat zal voor sommige mensen een vervelend ding zijn. En voor sommige mensen is dat precies wat ze willen natuurlijk. Het is niet voor niks de meest populaire voetbalgame. In ieder geval in Europa. En dan wil ik een heel stoer trucje doen. Maar net zoals in het echte leven loopt dat op helemaal niks uit bij mij. Ik ben niet van de trucjes, jongens. Echt, absoluut niet. Ik kan 100 AK's op training. Maar als ik dat één keertje in de wedstrijd probeer, dan scheur ik mijn enkelbanden af. En breek ik, ik weet niet wat. We lijken nog niet echt in de wedstrijd te zitten. Eerste kwartier... Oké, we hebben één groot schietkans gehad. Maar... je verwacht toch iets meer? Of misschien juist niet. Ligt eraan of het glas half vol of half leeg is bij jou, Ajax, dit seizoen. Oeh, dat was een hele sexy move. Maar het doet ons niks. Steven Bergwijn. En hier komt Sosa. Waar die sterk in is. En dit is helemaal niks. Want zo'n voorzet slaat helemaal nergens op, zeg. Ik weet niet wat het is, maar ik heb die voorzetten niet on lockdown in deze game. En of ik nou 3 keer rondje doe, 2 keer rondje doe of 1 keer rondje doe. 1 ding hebben ze met elkaar gemeen. Ze komen nooit aan. Het is altijd zo'n laffe bal die uiteindelijk toch gewoon voor de keeper is. Of zo'n stom wippertje zoals je net zag. Kijk, dit... Wie doet er zo'n voorzet? Ik mis naar de... Ik mik fucking naar de punt 5 meter. Van den Bomen. High quality defending. Oké, laten we de... Laten we het vooral bij onszelf zoeken. Valentin Rongier. Dat heeft ongetwijfeld met mijn skills te maken. Well, no stopping him. En niet zozeer met de game. Aubameyang at the ready. Dit is een top manier om een corner weg te geven. Hato, die dit seizoen en natuurlijk ook vorig seizoen toen hij doorbrak, een ijzersterke indruk maakt. Let's see about the delivery. In een club waarbij alles misgaat, schiet hem hier gewoon over de achterlijn. En toch een gevaarlijk moment. Ik ga het kort nemen. And taken short. Schudt daar toch weer Hato van zich af. Bobby is niet de snelste, dus dit durf ik niet helemaal aan. Running room and the wide position. Ja, makkelijk achterhaald, de nummer 7. De rest van de IC'den hebben zoiets van, nou, laten we kijken wat Bobby ermee doet. Want... Wat een kans. Hier had wel meer gedaan mee mogen worden. Nou, ik kies meestal voor een binnenkant voet corner. En in dit geval is hij dan uitdraaiend. Ik heb nog geen succesformule gevonden hoor. Oei. Kenneth Taylor. Je ziet het al een paar keer in beeld komen. Hypermotion V. En dat is een nieuwe toevoeging in FIFA. Vorig jaar of het jaar daarvoor debuteerde Hypermotion. Het zorgde voor meer verschillende animaties in de game. En Hypermotion V doet daar een schepje bovenop. Trouwens, laten we hem iets meer zo raken. En het ding daarmee is... EA zegt dat ze nu tegenwoordig van echte voetbalbeelden spelers kunnen animeren. Waardoor ze bijvoorbeeld echt hele specifieke signature moves of een bepaalde manier waarop iemand sprint kunnen ze makkelijker in de game zetten. Waardoor spelers individualistischer aan zouden moeten voelen. Keeper zit er goed in vanavond. Kijk toch ook dit.
Ja, hij stond al in die hoek natuurlijk. Ja, mooie redding. Daar gaan we weer. Playing it in. Ah, kom op, jongen. Berghuis. Can he put them ahead? Hey! And the referee says penalty. Ik wilde net zeggen. Well, no card handed out, but quite a few upset players out there, Stuart. Well, he's made a genuine attempt to play the ball. So penalty yes, yellow card no. Penalty yes en een yellow card also yes. Ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik heb geen idee hoe je penalty moet nemen. Even kijken. The composure circle dictates the accuracy of the shot. Wait until the circle is at its smallest point, then power your shot. Oh, jeetje. This to open the scoring here. Hey, doen we hem toch zo? Ze tellen allemaal. Vond het niet bijzonder spannend. Steven Berghuis. Open te scoren. Vanaf 11 meter. Well, as you can see, the keeper dives one way and the ball goes down the middle. It's a very good penalty. Het is nog wel de Steven Berghuis die ooit een facecam heeft gehad bij Feyenoord, geloof ik. Inmiddels ziet hij er toch wel ietsjes anders uit. Mooi vind ik ook bij Vitesse. Daar heeft Marco van Ginkel ooit een facecam gehad bij Chelsea. Als je dus daarmee speelt, die gast ziet er nog gewoon 20 uit. Maar in het echt is hij al 31, 32 denk ik. Maar in deze game echt nog een guppie. Hé, hey, dat ging niet oké. How about the cross? Big chance to get the ball turns. And it goes to square. Ja, hier ben je toch bang voor. Aubameyang. Een moeilijke speler. Maar zeker ook een speler met kwaliteiten. Ja, dit mag nooit gebeuren, man. Dit mag echt nooit gebeuren. Hier gaan meerdere dingen fout. Vlak voor rust, dat is een klap. Maar klappen, daar is Ajax aan gewend, man. Hey. Dat lijkt helemaal nergens op. Waarom ga je liggen? Waarom gaat de Berghuis daar liggen? Wat is dat nou weer? 1-1 bij rust dus. Maar nogmaals jongens, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Gaat helemaal goed komen. Dan gaan we. Tweede helft. Moet wel iets beter gaan dan nu. Willen we ook nog Vos brengen. Die hebben we als het goed is op de bank. Dan gaat hij weer Sosa. Berghuis. Ja, dit wordt helemaal niks zo. Echt een gehannes. In possession. Toch moeten we oppassen voor die counters. Saar. Ja, jongens. Oh, what an opportunity. Well, a chance here perhaps to invigorate the aerial target. Ik dacht heel even dat het een penalty was. Hey, maar als je switcht van verdediger, dan stopt hij gewoon met rennen. Dat is levensgevaarlijk. Hey! Wat gebeurt hier? Well, that's a very poor effort, dearie me. Well, he's made a mess of that. That's a wasted opportunity. Gelukkig geprobeerd hij te schieten, letterlijk vanaf de achterlijn. Maar verdedigend pak ik er nog vrij weinig van. Nou, kunnen we ook een punt maken over aanvallend.
De Sosa die heeft er zin in vandaag. And a chance for the lead. Hè. Oeh. Forbes. Ik kan prima van het rechts spelen, jongens. Echt geen probleem. Zijn snelheid is een wapen. Well, heb je in deze wedstrijd nog weinig gebruik van kunnen maken, maar tikt hem hier gewoon goed binnen. But I think the defending is poor. How can the goalkeeper be left so exposed with two players running at him? Mind you, it's still a great team goal. 2-1. Het ziet er weer positief uit. And Marseille get the ball rolling once more. How will they react after conceding? Kijk, hier gaat Forbes. There's space for them here. Dit is wat je van hem wil zien. Well, it looks so promising. Oh, zo pijnlijk. Well, there's a sound reason why we're focusing on Hij loopt er gewoon over de achterlijn. Yeah, he certainly carved out plenty of chances. He's tested the keeper on numerous occasions and he got his reward with that goal. Brilliant stuff from him. Nou, kom maar op. Het zou toch fijn zijn als we even de 3-1 kunnen maken, want ik ben er nog niet gerust op. Zeker als je ziet hoe wankel het verdedigend is. Ja, zet hem maar vast. Renan Lodi. Druk zitten. Ik weet niet wat het is, maar het is bijna niet te doen. Of je hapt als een malle. En dan zit je 9 van de 10 keer ernaast. Good niet in dit geval. Ajax to win back possession. And a chance for him on the flank. Bergwijn. Wat draait hij toch langzaam. Boah, dat verwacht je niet van een speler als Berghuis. Dat verwacht je misschien van een Wout Weghorst. Maar kijk, en daar, hier ben ik de man voor. Want één goal is genoeg. Maar het voelt soms alsof ze tot aan met de knieën in de blubber staan qua draaien. It's looking promising. And there it breaks down, but credit to the Die bal moest naar Bobby eigenlijk, maar hij speelde hem helemaal terug. Oké, gaan we wat doen? Kondogbia. Rensch. And easily intercepted. Lekker. Josip Šutalo. And Sosa here. Taylor. Keeping the ball moving. Oh, big chance. Hot. That will greatly help the cause. Dit is wat je wil zien. Bam. Perfecte aanname van Brian Brobby. Hij schiet er vervolgens kruislinks in. Heerlijk. Precies ook wat we nodig hadden op dit moment, hoor. That's a really good goal. Heerlijk weggedraaid bij zijn directe tegenstander. Alright, dan gaan we nu wisselen. Ik had het al aangekondigd natuurlijk. Vos erin voor Taylor. We zetten hem erin voor Taylor. Gaat iemand anders nog zijn opwachting maken? Nee, ik denk dat we het hierbij houden. And they're making a change. Vos ook maar 1 puntje minder dan het Tahirović. Dus een prima optie. Toch, je ziet het natuurlijk al door de live update. Veel rode pijltjes bij Ajax-spelers. Dat betekent dat ze volledig uit vorm zijn. Nou, daar is geen woord aan gelogen natuurlijk. En ik denk dat de schade bij de club momenteel erg groot is. En dat het wellicht toch nog wel een hele lange tijd gaat duren voordat het weer goed komt. Maar ik ben er 100% van overtuigd dat het goed gaat komen. Alleen het worden misschien wat bittere jaren. Steven Bergwijn. Ja, de eerste keer lukt het niet. Dan moet ik de tweede keer gewoon nog een keer exact hetzelfde proberen. Kondogbia. Samuel Gigo. Daar is die Vos. De goede bal op Bergwijn.
And that will be a corner. Ja, toch lijken die voorzetten helemaal nergens op. Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Binnenkantje voet. Draai naar de goal toe. Can someone get on the end of this? En toch gaat iedere bal elke keer naar Brobby. Die kan niet alleen niet koppen. Hij is ook nog eens de kleinste voorin, denk ik. And putting his body on the line. But it just petered out. 10 minutes to go. Berghuis. Moet sterk zijn. Jammer, kwam er net niet tussen. In position. Oh, that's textbook goalkeeping. Toch weer een grote kans hoor. Branko van de Bomen. Lijkt voor geen meter, maar dat geeft niet. Ja, was ook wel een moeilijke bal. Keeper lag er al. Blijft toch bij deze tactiek. Indraaiende corners. Gaat weer naar Bobby natuurlijk. Well, goal kick, en, just as it was looking promising. Laat hem van zijn hoofd stuiteren ofzo. Ah ja, het is wat het is. Oh, koppen. Rens je dacht bijna over hem heen, zag je het? Well, it comes down to the final 5 minutes. Een soort van boxspringen was hij aan het doen. Ja, leuk geprobeerd aan Aubameyang. Worden we niet bang van. Echt, die spelers die een facecam hebben gekregen. Het ziet er zo verschrikkelijk goed uit. Maar het is ook zo'n groot verschil met spelers die dat niet hebben gehad. Dat bedoel ik niet in de manier waarop ze lijken. Want nee, natuurlijk als ze geen scan hebben gehad, dan lijken ze niet. Maar ze lijken ook niet eens meer op mensen. And Sosa here. Well, are you kidding me? Like that, maybe the short. We gaan het nog spannend maken. Oh mijn god. Waarom kunnen ze zo doorlopen? Een beetje ballsy van Rensch hier, maar... So 3 minutes of stoppage time it'll be. A room to roam on the midden. Wing. Daar is ruimte, ja. Could be. In blessuretijd nog. Ja, ja, ja. Steven Bergwijn. En zoals je ziet, het stadion gaat helemaal gek. Onze aanvoerder. Kijk, heerlijk. Goed weggedraaid ook weer van Bergwijn. Heerlijk hakballetje van Brobby. En ja, keeper van deze afstand natuurlijk kansloos. Heerlijk. Goals in plentiful supply. 4-1 currently. Steven Bergwijn. So full time it is. Hartstikke idee. Dat was hem jongens. Mijn meeste voorspelling. Ik had van tevoren 3-0 in mijn hoofd. Het is 4-1 geworden. Hey, dus qua doelpuntenverschil in ieder geval exact hetzelfde. Maar deze video is dus om de Ajax-ieder onder ons. En ben je niet voor Ajax, steek zijn hart onder de riem, jongens. We hebben het nodig, alsjeblieft. Het gaat een heel bar jaar worden. Maar vanavond, tegen Olympique Marseille, gaan we winnen. Het is geen Champions League, het is Europa League. Maar 4-1. Schrijf het op, zit in een unibetje, whatever, doe wat je zelf wil. En dit was IEA FC 24, jongens. We gaan meer video's maken. Ik ga uiteraard ook nog even in de career mode duiken. Ik ga in de Ultimate Team duiken. Checken wat er daar nieuw is. We weten dat vanaf dit jaar ook vrouwen natuurlijk zitten in Ultimate Team. Dus we gaan kijken wat er nog meer nieuw is. Dit was IEA FC 24. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je het kanaal enorm mee. Bedankt alvast daarvoor. En tot de volgende keer, jongens. Ciao!